parketschuurmachine is bedoeld voor het schuren van een vlakke en droge parketvloer. Voorbereiding voor gebruik van de parketschuurmachine. Steek de stekker nooit in het stopcontact tijdens voorbereidende werkzaamheden. Let op de draairichting van de schuurband. De pijlrichting op de schuurband is de draairichting van de schuurwals. Zet de beschermingskap van de wals omhoog. Schuif de schuurband over de schuurwals. Zet de beschermingskap van de wals omlaag. Voer de stofzak over de stofafvoerpijp. Plaats de stofzak op het plateau. Gebruik van de parketschuurmachine. Let op de draairichting van de schuurband. Schuif de schuurband over de schuurwals. Voer de stofzak over de stofafvoerpijp. De stofzak mag maximaal voor 1/3 vol zijn. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Bedien de borging aan de rode aan-uithendel. Duw de rode aan-uithendel helemaal naar beneden. De motor slaat nu aan. Ontgrendel de walshendel en houd de rode aan-uithendel, de zwarte handgreep en de walshendel vast. Beweeg de machine nu in schuurrichting. Laat nu, onder het lopen, de walshendel langzaam naar boven komen. De schuurwals komt nu op het parket. Blijf de machine voortbewegen. Sta nooit stil met een draaiende wals die contact maakt met het parket. Laat voor het einde van de vloer de walshendel langzaam naar beneden zakken, zodat de schuurwals loskomt van het parket. Loop nu met de schuurwals los van het parket terug naar het begin om de tweede baan te schuren. Stop de machine door de walshendel volledig omhoog te laten komen totdat deze is vergrendeld. Laat vervolgens de rode aan-uithendel langzaam omhoog komen totdat deze is vergrendeld. De motor stopt nu met draaien. Na gebruik altijd meteen de stekker uit het stopcontact trekken en de machine reinigen.